Nou, het zal eerst de stal is gebouwd in Rauwenshaven. In 1977 is hij gebouwd. Dik 30 jaar oud. Ja. Lang. Hij stelt het dan af. Ah, het ziet er niet uit. Ik hoor het niet, maar misschien had je het al gezegd. Hoeveel koeien heb je? 95 en ik melk er nu 90 bij de... En ook nog jongvee? En dan nog bijna 60 stuk jongvee. Cool. Ja. Nou, hier is dus melkstal. Hier melk ik 2 keer per dag bijna 90 koeien. Ja. En doe je dat echt in je eentje? Ja, nou, mijn vader helpt ook vaak. Ja, ik wou zeggen. En Neeltje helpt wel. En Neeltje. Ja. Ik vraag hem wel eens af, hè, want dan zit je in de provinciale staten met elkaar te praten. Nou, met de weidevogels, hoe kunnen we stimuleren dat die, dat er meer om wordt gedacht. En dan bedenk je een regeling met elkaar. En, maar de praktijk, zie je dat niet, hè? Van hier op het bedrijf maak jij de praktijk mee. Jij moet dingen invullen voor de provincie. En dat het toch ook als een heel kwalitatief goed bedrijf, hè, wordt gezien. Ook vanuit de optiek van de dierenarts. Ja. Ja, nou, alles met elkaar. Alles wat daar ligt. Toch niet. Nee, ja, dat is niet over zijn geloof. Ja, je wilt ook biologisch dynamisch, hè? Dat is nog een stap. Als de consument is het heel belangrijk, dat hij tijd is. Ik heb nog geen rode boek. Deze computer die regelt dat samen. En bij de koeien regel je het aan de hand van de melkgeest. Hoeveel kracht voor ze krijgen. Ben je de eerste, hè, die dan met de potstal gaat beginnen? En we brengen je graag in contact met Henk Brandsma. Ja, om nog eens wat meer te weten over wat zijn nou die items, hè, van het ecologische boeren van die kant. En je bent ook nog op zoek naar een paardenfluisteraar. En die kunnen we je ook nog, uit ons netwerk houden. En dank hartelijk nogmaals voor je gastvrijheid. Dankjewel. Dat we je bij je mochten.